Maar jammer, hè? Zo'n mooi meisje. Ja. Oké, goed. Wat hebben we? De 19-jarige Julia Groothuis is in de nacht van zaterdag op zondag dood aangetroffen in het bos bij de Postweg. Mm-hmm. Ja. Oké. Okay. Nou, ze zit op zaterdagavond met haar hockeyteam in Café de Pijp. Ja. Ja, en haar trainer, Leon Groeneberg, die zit daar ook. Ja. En Leon is dus een van de verdachten. Ja, precies. En dan hebben we nog Roy Schuurman. En hij is ook een van de verdachten, want het is haar vriend. En hij en Leon hebben haar samen voor het laatst gezien in leven. Ja, ja, precies. Van Roy weten we dat hij een strafblad heeft en dat hij de neiging heeft om mensen nogal snel op hun bek te timmeren. Bij Leon thuis is de fiets van Julia gevonden, want die stond daar bij zijn deur, bij zijn huis. Zo is het. Nou, ik zou zeggen, joh, vooral rustig blijven, laat je niet de les lezen, jij bent de baas. Ja. Mag je er helemaal niet meer uitkomen, ik kijk over je schouder mee. Dus je kunt altijd om advies vragen. Ja. Ik hoop dat het niet hoeft. Ik hoop het ook. Nee, zonder gekheid, ik heb alle vertrouwen in je. Ja. Succes met je eerste verhoor, hè. Het is niet makkelijk, maar het gaat je lukken. Okay.